lekker zitten, lekker te kletsen in de break. Want dat gaat natuurlijk ook gewoon door, zoals de mensen thuis ook lekker met elkaar zitten te kletsen. We go back a long way. Ja, doen wij dat ook gewoon. We gaan inderdaad lang terug. Gaan we het zo meteen ook nog wel even over hebben. Want volgens mij kennen wij elkaar nu iets van 20 jaar. Maar in die 20 jaar komt het niet vaak voor dat ik in je telefoon mag snuffelen. Nou, dat mocht vandaag je ook heel gericht doen. Mocht ik vandaag wel. Ja. Heb ik dus ook even gedaan. Want we gaan eens even kijken wat er allemaal op staat. Allereerst even jouw Spotify-lijst. Kijk hier. Het viel mij op dat je heel veel van Queen hebt. Maar dat heeft alles te maken met je show, begreep ik. Dit was de show van afgelopen zaterdag. En ik had 4 hele mooie nummers van Queen erin. Er komt binnenkort een film van uit. En ik zat in de bioscoop. Ik zag die trailer. En die was... Ik denk, wauw. Weet je, dit... Ik heb eigenlijk niet zo heel veel met Queen. Maar die muziek is natuurlijk... Ja, dat is verder dan retro. Dat zijn de echte classics. En... Het gaf zo'n effect. Jovanka opende de show. Ja, prachtig. Met Somebody to Love. En dan zie je gelijk iedereen van, oh ja, weet je. Nou, en dat is wat ik met muziek wil kunnen neerzetten. Dus ik bouw ook altijd helemaal zelf de volgorde van de show. Omdat dat nog een keer versterkend is met wat de modellen presenteren. Een wezenlijk onderdeel van mijn werk. Ja, dat geloof ik ook. En moet dat dan ook helemaal aansluiten bij de kleding die je dan maakt? Of maakt dat niet zoveel uit? Meer het gevoel? Het is een geheel. Dus ik had 4 keer Queen erin. En alleen mijn avondjurk op Bohemian Rhapsody. Nou, en dat zit erin, zo'n heel heftig stukje zit erin, weet je wel. Dat, daar werken ze naartoe. En op dat moment heb ik tegen die modellen gezegd, waar je ook bent, is 10 seconden, je stopt. En dat zag ik inderdaad prachtig gebeuren. 1 stond op de trap, 3 stonden in de zaal, een hele mooie avondjurk. En bam, ze stonden allemaal 10 seconden stil. Toen begon die stem weer van Freddie Mercury en dan liepen ze weer door. Oh, wat mooi. I love it. Dus dan ben je ook nog een regisseur erbij. Totaal. Ja. Erger. Cool. Nee, lekker toch? Dat is toch ook je eigen show. De tweede, dat was een site die ik zelf niet ken. The Business of Fashion. Daar krijg je elke dag een mail van. Ja, echt ongelooflijk interessant. En die hebben ook nog een soort alert erop zitten. Zo van, de nieuwe ontwerper van Burberry is ontslagen. En dit is hem nu geworden. Dat soort dingen komen er allemaal op. Ja. Je krijgt er 2 of 3 per dag soms van ze. Er zitten hele goede internationale artikelen in. Die ook gewoon uit de New York Times komen. Of andere internationale kranten. En het gaat altijd alles wat mode gerelateerd is. Dus soms van de beste sneaker die er is tot... nou, ik vind het echt een fantastische, beetje The Guardian-achtige manier van schrijven. Erg goed. En het houdt je echt up-to-date. Ja, ik lees hem ook echt iedere dag. Ja, wat goed. De volgende, en dat vind ik dan leuk, Pinterest. Ik weet natuurlijk hoe creatief jij bent. Je doet van alles. Maar op Pinterest ben je dus ook heel, heel actief, kan ik wel zeggen. Ja, ik vind het gewoon... Ik was vroeger altijd van de plaatjes uitscheuren uit alle interieurmode en kunstbladen. Ja. Het is natuurlijk, ja, sinds 6, 7 jaar het nieuwe moodboard bouwen. Ja. En ik wou ook heel veel als we fotoshoots doen. Denk ik, oh, zo'n soort sfeer. Ik heb wel heel veel geheime borden. Niet iedereen hoeft te weten wat ik doe. Oh, nou, ja. Bijvoorbeeld Mart Visser Art en mijn haute couture. Dit is open, dus daar kunnen mensen gewoon ook naar kijken. Volgens mij zijn er heel veel dingen van mij open, hoor. Maar het is juist voor mij de juiste manier om een moodboard te bouwen waar ik op dat moment mee bezig ben. Of ik nou met mijn behang bezig ben of kleden. Alles wat je hebt, alle licenties, kan je op die manier gewoon je eigen moodjes kan je daarvan maken.